Ik ben altijd bang geweest voor één soort knuffel. Zijn naam, of laten we beginnen met zijn kenmerken. Het is een beer, hij heeft een hoed, hij heet Freddy. En hij vindt het leuk als je een paar nachtjes bij hem kunt slapen, het liefst vijf. En als je van pizza houdt is het mooi meegenomen. Welkom bij de Five Nights at Freddy's Obby. We kunnen doneren aan Freddy. Hoeveel kunnen we doneren? Is er echt een mogelijkheid dat we kunnen doneren? 10 Robux. Gaan we 10 Robux aan Freddy geven? Weet je wat, als de obby leuk is, geef ik hem weer 20. Dan ga ik eerst de obby proberen te spelen. Nevertheless, doe een blauw duimpje omhoog op deze video als jij een opperbaas bent. Nee. Niet alleen als jij een opperbaas bent. Heb ik nu de checkpoint wel of niet gehaald? Ik kwam er wel terecht een soort van, I guess. Nee, ik heb hem niet gehaald. Doe een like op deze video als jij samen met mij zou willen eten in het pizza restaurant van Freddy Fazbear's Pizza. Lijkt mij een leuk idee. Dit is in ieder geval een beetje een enge obby, zou je wel kunnen stellen. Maar wel een leuke obby. Dus, alright. Oké. Ben ik even blij dat ik mijn geluid heb uitstaan op dat gebied, jongens. Oh gosh, dat was waarschijnlijk niet fijn geweest om het geschreeuw te horen van een boze teddybeer. Gelukkig hoeft dat dus ook niet. We gaan naar boven. Oh gosh, dit is creepy, bro. Oké, hoe gaan we hier doorheen? Oh my god. Jongens, toch. Oh gosh, jongens, toch. Dit is echt heel creepy. Oh, dit is echt heel creepy. Ze hebben ook gewoon echt het hele Five Nights at Freddy's gebeuren perfect nagebootst gewoon in Roblox. Dat is wel echt heel vet. Oké, oh, wat leuk. Er zit zelfs een quiz in. Welk van deze robots vermoordt jou niet in Five Nights at Freddy's 2? Ik denk het ballonnenjongetje. Ja, inderdaad. Oké. Ja, doet hij niks? Nee, dat wist ik niet. Ik dacht dat hij ook slecht was. Oh gosh, dit is nog best wel lastig. Alright, volgende. Warning. Waarvoor? Kan gewoon naar beneden, right? Oké. Daarvoor dus. Oh, wat is dit? Hè? Oh, dat is echt heel naar. Het doet jou denken dat je echt zwaar de pineut bent op dat moment, maar er is niks aan de hand. Oh nee, ik zie zoveel Five Nights at Freddy's referenties daar beneden. Dat is gewoon echt totaal niet chill. Oh gosh. Ik ben schijnbaar geen Dutchuber, maar ik ben Dutchuber de stuiterbal. Oké, daar gaan we. We hebben hier... hallo. Ja, nou, leuk dat je erbij bent. We hebben hier de Golden Freddy. Dat is naar mijn mening wel de wat specialere. Oh, je moet op hem klimmen, ja? Oh gosh. Oh gosh, kijk dan jongens. Ik zit gewoon op Freddy. Hoe epic is dat? Dat is wel echt super gruwelijk. Wordt er eigenlijk nog gewerkt aan een nieuwe Five Nights at Freddy's game? I don't know. Ja, ik heb het wel her en der heb ik het wel gespeeld, de game. Ik was wel pussy, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik vond het erg eng. En ik vind het wel leuk. Weet je, dat soort games zijn erg leuk om te spelen. Maar je moet er wel een sterke maag voor hebben. Daarmee bedoel ik aan te tonen dat ik nogal snel bang word van dat soort spelletjes. En ze ook niet heel erg lang volhouden. Ik kan me herinneren, dat vind ik zo leuk. Ik kan me herinneren de allereerste keer toen ik Five Nights at Freddy's speelde. Toen was dat op zolder bij mijn opa en oma, toen ik daar nog woonde. En het leuke was, ik had mijn oma verteld, ik ga opnemen. Dus ja, meestal als ik dat vertel, dan horen ze wel wat. Maar dan is het meestal gewoon... Maar niks speciaals. En het was in 2015 of 16, I guess. Dus ik zei tegen mijn oma, ik ga opnemen. Dus oh my god, kijk die ogen. Oh, die ogen volgen mij gewoon. Dat is zo creepy. Kijk, het lijkt wel een demonische beer of zo. Maar goed, ik zei dus tegen mijn oma dat ik ging opnemen. Ik loop naar boven. Ik start Five Nights at Freddy's op. De allereerste keer dat ik het ging spelen. En ik was klaar met de opname. En ik kwam beneden. En mijn oma was echt bleek gewoon. En ze keek me aan en ze zegt... Gaat het wel? Ik zeg, ja hoor. Ik zeg, hoezo? Nou ja, ik hoorde je heel hard schreeuwen. Laat me los, laat me los. Is er iets aan de hand? Ik dacht dat ik de politie moest bellen. Ik zeg nee hoor, nee. En het leuke is, en dat had ik eigenlijk moeten filmen. Toen heb ik mijn oma een stukje van dat spel laten spelen. Want zij vroeg zich dus echt af van wat gebeurt daarboven. Ze hoorde geschreeuw van laat me los. Dus ze denkt van nou Job, die wordt aangevallen door een mega Jeroen die hem wilt opeten of zo. Het was echt heel vreemd.
Dus toen heb ik mijn oma mee naar boven genomen. Toen heb ik mijn oma het laten spelen. En dat was een kwestie van 10 seconden. Ze zag de beer. Ze hoorde de beer schreeuwen. En ze zei, ik doe dit nooit meer. Doe me dit nooit meer aan. Toen is ze naar beneden gelopen. En is ze verder gegaan met, weet ik veel, breien. Wat doen oma's tegenwoordig? Ik heb geen idee. Maar het was in ieder geval leuk om mijn oma Five Nights at Freddy's te zien spelen. Maar wat ik me ook gewoon soms wel afvraag, is hoe komen dit soort games tot stand? Wie heeft het idee om een game te bedenken van knuffels die stiekem robots zijn in de vorm van beren en andere beesten, die tegelijkertijd een pizzeria beheren, waar jij moet werken in het spel en waar jij tegen de robots moet vechten. Of beter gezegd, waar jij moet proberen om 5 nachten te overleven tussen de boze robots. I don't know wat hij als ontbijt at, de bedenker van Five Nights at Freddy's, maar ik heb het nodig voor nieuwe video-ideeën. Want het is best wel bizar als je er zo over nadenkt. Hey, heb jij een leuk video-idee? Nou, ik dacht aan knuffelberen die stiekem robots zijn in de vorm van konijnen, wolven en beren. Die een pizzeria hebben en jou opeten als het niet na 6 uur 's ochtends is. Alright, dat is een goed idee. Oh nee! Nee, I do not like this, bro! Ik heb echt een hekel aan doolhoven. Ik heb wel vernomen dat zolang jij gewoon rechts blijft lopen in een doolhof, dat je dan vanzelf uit de doolhof komt. Ik hoop het. Ik bedoel, mijn schooltijd was ook een doolhof. Nou, daar ben ik ook uitgekomen. En ik ging niet alleen maar rechts. Dus het zou ook moeten kunnen als je niet alleen maar rechts loopt. Maar we zullen het zien. We doen ons best. We gaan dus alleen maar rechts. Of, nou ja, goed. We volgen de rechterkant van de muur. Onze rechterschouder zou je wel kunnen stellen. Ja, dat is dus niet goed gegaan. Of wel? Huh? Nee, toch? Right? Nee, hier zijn we, hier kwamen we inderdaad. Ik kan ook saven, by the way. Dus je kunt... Oh, je kunt een soort van je eigen checkpoints maken. Dat is best wel nice gedaan, to be honest. Normaal ben je altijd erg afhankelijk van de checkpoints in een spel. En wanneer die checkpoints dan niet werken, dan heb je ook een heel erg groot probleem. Ik heb het zo vaak meegemaakt dat ik een Roblox-obby speelde. En dat die checkpoints dan achteraf gezien gewoon niet schenen te werken. Dat was echt zo vervelend. Dan ben je heel erg ver in een obby. Dan denk je bij het einde te zijn. Dan ga je af en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Nou echt waar jongens, daar word je gewoon niet vrolijk van. Kan ik een stage skippen op een of andere manier? Want ik heb hier echt een hekel aan. Ik haat doolhoven. En ik ben er bovenal gewoon totaal niet goed in. Ik weet op dit moment bijvoorbeeld ook echt niet wat ik aan het doen ben. Ben ik hier al doorheen gelopen? Oh nee, dit heb ik nog niet gehad. Nice, oké, let's go. Springen, springen. Springen, springen. Wie van deze is de backup zanger? Zoals jullie weten, Five Nights at Freddy's, dat zijn dus een soort van robots die als mascottes werken in een pizzeria, Fazbear's Pizza. En eentje heeft een gitaar, de andere heeft een drumstel en de andere is een zanger. Maar wie van deze drie is de achtergrondzanger? Ik denk Chica. Ik denk dat zij dat doet. Ja, inderdaad, ik had het goed. Fantastisch. Tot nu toe gaat het best wel goed. Het enige wat mij een beetje bang maakt is het feit dat deze obby heel erg veel stages heeft in totaal. Ik kijk namelijk rechtsboven in beeld en daar zie ik dat ik momenteel bij stage 29 ben. Maar er is momenteel iemand bij stage 36. Dus we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. Ja. Zouden jullie zo'n robot thuis durven neer te zetten? Zou jij voor 10.000 Robux een nachtje durven te slapen in het restaurant van Freddy Fazbear's Pizza? Met alle boze robots van dien. Laat het in de comments weten. Nee, ik heb een andere leuke vraag, want niemand gaat dat natuurlijk doen voor 10.000 Robux. Ik zou het zelfs niet durven voor 100.000 Robux. Nou, tenminste, het zou wel een hele vette video opleveren. Ik zal het overwegen. Maar zouden jullie... wat zouden jullie meenemen? Als jullie 3 items... zouden mogen meenemen naar de pizzeria van Freddy, wanneer jullie daar een nachtje zouden gaan slapen. Welke 3 items zouden dat zijn? Als ik voor mezelf zou moeten bepalen, en het zouden items moeten zijn die om je heen liggen. Dat kennen jullie toch wel, die Instagram posts. Dat er bijvoorbeeld staat van, het eerste item wat er naast je ligt moet jij gebruiken in een zombie apocalypse. En dan kijk je zo, oh, een theedoek. Nou, kan ik ze afdrogen? Ja, dat werkt dan meestal niet zo goed. Dus ik ben benieuwd, als jij iets zou moeten kiezen wat nu in je omgeving ligt. Wat is het? Ik zou gaan voor mijn mobiele telefoon. For sure. Dat ik Soraya kan bellen om een emotioneel afscheid te nemen wanneer de robots tot mij zijn gekomen. Ik zou chili saus meenemen. Ik zou ze proberen om te kopen met chili saus. En ik zou mijn camera meenemen. Natuurlijk. Ik zou de meest epische livestream vlog ooit houden. Livestream vlog. Ik zou proberen te livestreamen via mijn telefoon. En ik zou proberen te vloggen met mijn camera. Ik vind het eng is ook gewoon, er staat op zijn slabbetje, staat er let's eat. Dat is pretty disturbing.
slabbetjes. Oh, die heb ik zoveel gebruikt vroeger. Ik was echt een kliederjong tijdens het eten. Want dat merk je altijd. En sommige baby's die zijn dan best wel kalm. En die kunnen ook best wel gewoon rustig eten, rustig drinken. Worden niet boos als ze niet te eten en te drinken krijgen. Nee, weet je hoe ik was? Als ik geen eten had en ik kreeg honger, schreeuwde ik heel Nederland bij elkaar. En misschien als ik hard genoeg zou schreeuwen, stukje van België. En ik kan ook echt niet netjes eten. Dat is echt iets wat ik misschien nog steeds wel heb. Wie is Foxy? Wie is Foxy? Nou, dit is een konijn. Dit is een beer. Dit is een eend of een kip. Dus dit hier is Foxy. Nice. Uh-oh. Ben je echt serieus? Ben je echt bloedserieus op dit moment? Er zijn zoveel verschillende soorten manieren waarop je kunt afgaan. Tussen de moordzuchtige moordmachines. En ik ga af omdat ik namelijk van het plateau afval. Zo erg, hè, jongens. Let's go. Jump, jump, jump. Cool. Jump, jump, jump. Cool. Alright. Oh, dit doet mij denken aan zo'n draaideur bij een hotel. Dat je naar binnen loopt en dat je dan van die vakjes hebt waar je in staat. En dan moet je dus wachten. Wat is dit? Ah, dit stamt af van die tweedimensionale Five Nights at Freddy's game. Je hebt namelijk ook een tweedimensionale versie ervan. Ik heb ook wel eens gespeeld, geloof ik. Zouden jullie het leuk vinden als ik op DutchTuber 2 een poging doe om één nacht lang alleen maar horrorspelletjes te spelen? Hoe zouden jullie dat vinden? En welke horrorspelletjes zou ik dan moeten spelen? Wie is Springtrap? Dat is sowieso deze. Ja, dat dacht ik al wel. Wie is Freddy? Eigenlijk zijn ze allebei Freddy, maar die rechter is Golden Freddy. Dus dit is Freddy. Oh, dit was het al? Oké, dan. Ik dacht wel dat ik wat meer vragen kreeg, to be honest. Deze obby duurt zo lang! Waarom duurt deze obby zo lang, jongens? Oh gosh, ik heb al zoveel verschillende soorten onderwerpen besproken. Ik heb nog wel een andere leuke vraag aan jullie. Er zijn heel erg veel verschillende soorten horror-karakters. Dus zeg maar karakters die eng worden. Karakters die normaal gesproken niet eng zijn, maar die in een spel eng worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een oma, die in de game Granny heel erg eng wordt afgebeeld. Denk aan Freddy, wat eigenlijk gewoon de knuffel is. Chucky, de moordzuchtige pop. Pennywise, de dancing clown. Eigenlijk allemaal normale dingen, normale persona's die heel erg eng worden afgebeeld en zo dus eigenlijk een horrorkarakter worden. Nu ben ik benieuwd. Als jij nou zou moeten zeggen, wat is een perfect nieuw horrorkarakter wat nog niet bestaat? Naast een J.O. die elke koelkast leeg eet tijdens Halloween. Nee, iets engers. Ik zoek iets speciaals. De paashaas. Zou er een horrorfilm bestaan betreffende de paashaas? Waarschijnlijk wel. Iets van Easter. De Easter evening of zo. Probably yes. Ik vind dat lastig. Iets van een computer. Een verhaal over een computer wat een bepaald virus krijgt. Waardoor de computer zijn eigen leven gaat leiden. Oeh. Klinkt best wel vet. Maar dat zal waarschijnlijk al bestaan. Waarschijnlijk zijn dat... Het is zo voor de hand liggend, weet je wel. Oké. In ieder geval, hoe lang neem ik al op? Ik neem al bijna 15 minuten op. Alrighty. Nee, dit is echt een leuke hobby. Hij is ook best wel lang. Ik sta momenteel wel bovenaan. Ik ben bij stage 55 en de persoon die onder mij staat op de tweede plek is bij stage 38. Dus ik doe het wel degelijk goed. Ja, I don't know. Ik heb zoveel hobby's gespeeld. Het leuke is ook, een kleine 9 maanden geleden speelde ik mijn allereerste Roblox game. En dat was Treasure Hunt. En ik kan me nog herinneren dat ik toen Roblox installeerde. En ik kwam op de Roblox pagina met al die verschillende soorten games. En ik snapte er legit niks van. Ik keek en ik dacht bij mezelf... Moet ik voor elke game betalen? Dat is het eerste wat ik dacht. Ik dacht, wat? Ik dacht echt, dat wordt een heel duur grapje. Maar ja, dat was natuurlijk niet het geval. In Roblox is het zo dat sommige games betalend zijn. Betaal je bijvoorbeeld 25 Robux. Het nare is dan wel dat je meestal gelijk 500 Robux moet kopen. Want je kunt namelijk 25 Robux kun je niet loskopen. Dat is heel naar. Bijvoorbeeld Bloxburg kost 25 Robux. Wat in zijn algemeniteit misschien niet heel erg duur is. Maar daarvoor moet je dus wel gelijk voor 5 euro 500 Robux halen. Want 25 Robux. Wat dus ongeveer iets van 50 cent is, kun je niet loshalen. Dat is echt super naar. Wie is Chica? Chica! Wanneer vindt de tweede game van Five Nights at Freddy's plaats? In 1987, een week later, nadat het eerste incident plaatsvond, of een week ervoor. Ik denk een week ervoor. Ja, inderdaad. Pop Goes the Weasel. Wat? Twinkle, twinkle, little star? Nee, ik heb het fout. Alright, ik weet niet wat voor dingen dat deed. Dat zijn waarschijnlijk referenties naar de game of uit de game. Maar ik moet zeggen, ik heb de game dus al een lange tijd niet meer gespeeld. Dus ik moet een beetje inkomen. Het was dus in ieder geval rechts, I guess. Oh nee, wacht, je hebt er 3.
Oké, dan is het de middelste. Nee, nee, het is rechts, Job. Waarom wijk je nou af? Dat is meestal zo, hè. Dat merk ik echt aan mijzelf. Mijn eerste antwoord is meestal het goede antwoord. En als ik dan erop terugkom en dan besluit toch een andere deur te nemen, gaat het vaak fout. Dat is misschien een soort van, dat je toch, oh nee, dat je toch moet uitgaan van je eerste keus. Oké, even kijken. Wat is de naam van de security guard in de custom night mode? Cool dude 5761. Ik denk deze, Jeremy. Jongens, dit kan nog wel een tijdje gaan duren. Als ik pech heb dan tenminste. Oké, de allereerste is Chiga. De tweede, dat is een week voor het eerste incident in 1987. De tweede is Theodore March. En dan is hier denk ik Mike Smith. Ja, ik heb hem goed. Alrighty. Nou, we hebben hem gehaald. Oh, wat is dat? Oh, dat is de maan. Ik denk al, dat is een mega lelijke pop of zo die ik nog nooit eerder heb gezien in Five Nights at Freddy's. Nou, let's go. Oh, we made it! No way! Are you serious? I think we made it. Kijk dan, jongens. Hoe creepy is dat? Ik sta oog in oog met Freddy. Oh, gosh. Hey, dit is echt een hele goede obby. Hij is ook meer dan 1 miljoen keer gespeeld. Dus dat is probably ook de reden waarom hij zo ongelooflijk vet is. Hey, wat is dit? Wow, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er met me? Oh, wat? Wat? Holy moly. Wat de heck? Deze guy is gewoon de creator, de maker van heel veel Five Nights at Freddy games. In Roblox, uiteraard. No way. Wat vet. Name that... Oh, dat is een quiz. Dit is een obby. Dit is ook een obby. Oh, jongens. Nou, dat betekent maar één ding. Like de video voor meer Five Nights at Freddy obbies. En laat in de comments weten wat voor horror karakter jij nog vet zou vinden in het horror universum. Nou, voor het kijken. En tot de volgende keer. Abonneren is heel gratis trouwens. Moet je ook wel even op het belletje drukken nadat je geabonneerd bent. Want zo blijf je namelijk echt op de hoogte. Het was je boy. En ik zeg, theedoek. Theedoek en adios.